go! Achteruit, salto's. Ja. Oh. Video van The Crew 2. Eindelijk, ik heb de hele game. En ik heb de Deluxe Edition. En ik moest snel opnemen, want ik was even vergeten. Want ja, niet op het begin. Maar ja. Ik heb de beta al gespeeld. Die mag je, of ja, die is echt super leuk. Echt downloaden. En ja, ik hoop dat deze echte hele ook leuk is. Ik denk het wel. En The Crew vind ik sowieso een leuke game, want je kan gewoon in vliegtuig, boot. En dat vind ik gewoon super cool, dat je gewoon in dat kan veranderen. En nu gaan we gewoon even lekker racen. Oh, ik ben er nog niet echt goed in. Gas. Ik wil eerst te worden, maar dat gaat me denk ik niet lukken. There you have it, folks. The numbers are going through the roof. Wow. Waar is de eerste dan? Oh, daar. Oh. Ik kan echt geen bochten nemen. Maar laat dan in de reacties achter of ik deze game vaker moet uploaden. Want ja, ik vind het gewoon een superleuk game om te doen en om te uploaden. En gewoon de video online te zitten vind ik ook nog veel leuker. Dus ja, ik zou het wel graag willen uploaden. Maar laat even in de reacties achter als jullie dat niet willen. Of ik. Want ik ga zeker ook nog wel Fortnite uploaden. Maar ja, deze is vandaag binnengekomen. Dus ja, ik wil deze eventjes spelen. Wow, dit is helemaal schuin. Wow, dit is raar. Oké, dan niet. Oké. Maar je moet je joystick naar achter houden, dan ga je sneller. Oh, ik weet gewoon echt gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik vind het gewoon een coole game. En het ziet er misschien niet heel realistisch uit, maar oh my god. Oh my god, dikke tricks. Nee, grapje. Maar het ziet er misschien niet zo echt uit, maar ja. Het is gewoon een leuke game. Wow. Ik werd gewoon naartoe getrokken. Ik stuurde niet eens daar naartoe. Ik wil dan niet op. Turbo. Wow. Ik hoop dat we zo een vliegtuig worden. Ik denk dat het onder een brug gebeurt, maar niet onder deze. Onder een grote brug. Of ik weet niet wanneer het gaat gebeuren. Oké. Nu al? Oké. Dus niet bij een brug. Ik kan helemaal niks doen. Gasje! This is how it is these days. Just being a good pilot isn't enough anymore. You've got to shine on and off the course. Staying sharp on the social media side. It's simple math. The more followers you have, the more followers you'll get. Sign on with your first racing team and the second will start looking at you. Pile up supporters and the contracts will be knocking on your door. Hoe kunnen zij zo snel gaan, hè? A driver who attracts enough followers. Ik ben echt geconcentreerd bezig. We call them disciplines. You'll call them awesome. Ik ga echt gewoon niet eerst worden. Ik kan echt zo niet vliegen. Als ik dit loslaat, ga ik toch sneller? Denk het niet. Nee, oké. Ik ben derde geworden. Niet zo goed. From the heart of New York City, this was the Live Extreme Series, episode 1. Oh, gaan we nog verder? And remember to follow us on all social media. Oh, laat maar. Dat was mijn vet beginstukje. En als je ook de crew hebt,
Ja, je moet je gewoon mijn PlayStation naam weten. Die is gewoon CO132LBoy en dan kan je mijn crew joinen. Dan moet je wel eens even mijn vriend zijn, maar dan moet je wel even, als je een, hoe heet dat, stuurt een verzoek, dan moet je wel even zeggen van ja, mag ik in je crew? Want dan weet ik ook mijn crew wil. Oké. Ik heb 0 euro. Ik wil geld. Dit voor? Nee, ik wil geen off-road. Ik wil street racing. Oh. Oh, ik ga meteen de race doen. Oké. Gassen! Ik vind deze auto niet heel fijn. Dit is wel fijn. Ik kan met... Oh my god. Oh, ik kan totaal niet rijden, sorry. Ga dan niet voor me rijden. Oh. Jongen. Echt, dit slippen in deze game gaat echt heel makkelijk. Slippen is ook echt super moeilijk. Het is gewoon een fijne driftauto hebben. Want een Audi, wie in het begin kreeg, wie net, of nu achter me rijdt en net niet aan de kant erin. Die Audi kan echt niet slippen. En hij kan niet goed sturen. Niet fijn tenminste. Want je kan die auto uitkiezen in het begin. Dat ga ik wel doen. Maar ik heb ook andere auto's. Dat is van de Luxe Edition. En ik weet niet welke auto dat is, maar... Ik heb het straks ingevoerd, maar er gebeurde niet heel veel. Want toen had ik mijn game net opgestart. Maar misschien krijg ik het als ik alle races heb gedaan, gewoon van het begin racen, want dit is nog geen echte race. En dat ik kan free roamen, wel goed zeggen. Ik sta al bijna eerste. Ik sta tweede. Wow! Oh nee, ik sta derde. Waar is de eerste dan? Oh, die is daar. Nou, ik heb wel de top 3 bereikt. Dat is wel fijn. Finish event. Oké, deze auto slipt niet fijn. Oké, 9k. Begint een beetje ergens op de lijst. Oh. Ik gooide mijn controller weg. Welkom. Oké. That was a fine reason. So. Which means you punched your ticket to the spot. The ik wil die auto wel hebben hoor. Nieuw display. Oké. Welke auto heb ik nu dan? Mag ik een auto uitkiezen? Wat moet ik doen? Wat mag ik doen? Ik wil deze wel. Oh. Ik geld voor betalen. Wat moet ik hier doen dan? Hallo? Oh, hier. Een gratis voertuig. Deze is niet lelijk. Oh. Kan ook nog andere. Oké. Is een stuk sneller. 250. Deze is sterker. Ik heb deze Audi. Had ik in de beta gedaan. En ik ga voor deze denk ik. De Mustang. Zwarte. Velgen deze. Oké, helemaal gratis. Volgens mij is mijn huis daar dan, denk ik. Cool. Bij dat grote torentje, denk ik. Now we've got the tools to do it at the house. Just no flame decals, okay? En nu.
Dan ga ik deze, want ik heb ze straks een street race gedaan. Dan ga ik daarna een bootrace. En dan ga ik daarna een off-road race. En dan ga ik kijken hoeveel geld ik heb. En dan ga ik kijken of ik kan freeromen. En ik denk dat ik daarna dan de video ga afsluiten. Oeh, die race vliegtuig. 3, 2, 1. Oké. Now try and roll. To roll, level up your flight and pick left or right. Okay. Move the stick in the direction you choose until you've done a full roll. Nog meer. Oh. Time to air drift. Just hold your right or left rudder pedal down for long enough and you'll get the hang of it. Dit is echt makkelijk. Deze. Knife flight can be tricky. Orient your plane with one wing pointing straight down and you've got it. Het is ook niet heel moeilijk. Try a loop. Just pull the stick back until you've gone a full 360 degrees. Hallo? Waarom telt hij niet? Dank je. En nu? Vlieg zo laag mogelijk is goed. Just be careful not to brush more than the treetops, or you'll get a crash course in landing the wrong way. Kak. Missie voltooid. That was awesome. Great flight. Okay, you need to meet my partner in crime, Emmett, at the barn, and then we can really get you rolling. Oh, weer 9K. Wow. Welkom bij de Freestyle Family. I'm Evan. And you must be the new talent Sophia was talking about. We'll see if she's as good a judge of people. Oké, mag ik deze allemaal hebben? Oh. Oké, en nu? Oké, een voertuig kopen, gelijk. Oh, deze is één gratis. Kan ik een livery? Nee. Oh. Guess what? There's an easy way for us to add followers. All you've got to do is cool stuff like flying under bridges, drifting, or taking big jumps. The more stuff you chain, the more followers we get. Ik denk nu dat ik bootrace ga doen. En dan of rood en dan denk ik dat ik wel kan freeromen, denk ik. Hoop ik. Listen up, people. I'm looking for a driver. If you can handle yourself on the water and in the air and behind the wheel, obviously, though we'll come to that later. Oh, dit is een hele andere boot. Racen. Oh, ik hou jullie allemaal in. Oeh. Hallo. Ik weet niet waarom ik steeds achter me kijk, maar ik wil gewoon weten hoe snel ik ze voor ben. Ze lopen wel in. Maar ik wil uitlopen, maar... Oké, nu loop ik heel erg in. Ze
Ze nemen echt geen scherpe bochten. Nu al de finish. Ja. Die rijdt echt alle pionnetjes om. Congratulations, you got the gig. Let's go someplace we can talk about what happens next. Ik denk dat ik alle eventen moet doen van soort eventen. En dan dat ik klaar ben, denk ik. Maar dit is wel vet. Oh. Ik wil zo graag Friro. En unlock ik nu denk ik weer zo'n race ding-achtig iets. That wasn't half bad. I'm looking forward to having you on the team. There's still some things you need to work on, but that's okay. I'll teach you what you need to know. It'll be hard work, but you'll see the results on the track, or the waves, or in... Oh ja, ik heb nu weer zo'n boot. Ding ontgrendeld. Wauw, dit leek echt heel erg op een boot die kon vliegen. Leek. Nu niet meer. Die. Oh wauw, dit verschilt helemaal niks. Zo. Oh, waarom maar 9? Noticed. Now we can edit videos through the live app. Just open the map, search through it, and you'll find the tools you need. I'll bet posting those babies gets us tons of new followers. En nu ga ik off-road doen. Oké, ik sla het gewoon over. Oh, ik moet al beginnen. Oh, oh, laat maar. Er is iemand die door zichtbaar is. Ha, hij gleed uit. Hij is veel slomer. Als dat mijn doel is, dan is het niet zo moeilijk. Behalve als ik crash. Maar ik denk zelf niet dat ik heel hard ga crashen. En nu ga ik de berg op en dan ga ik denk ik een stuk slomer. Volgens mij is dit al de auto die je krijgt van de deluxe edition, volgens mij, denk ik. Ik weet niet zeker. Die crossauto, denk ik. En dan zou ik vast die, volgens mij, denk ik, ook een vliegtuig en een auto hebben. Oké, ik hoop dat ik nu weer iets sneller kan. Ja. Chill. All jump maken. Turbo. Nog een keer. Ik vind wel dat je een beetje snel naar beneden valt. Dat is wel stom, maar... Mij niet heel veel uit. Maar... Ja... Ik weet niet of dat in het echt ook zo gaat, want ik heb het zelf nog nooit gezien of meegemaakt, dus dat is wel fijn. Maar ik denk niet dat het zo snel gaat. Maar eerlijk ook weer wel, maar oh, 1 minuut voor. Ik denk dat het ook weer wel zo gaat, maar dan dat het er wel anders uitziet. Dit ziet er iets
ja, een beetje raar uit. Slippen, slippen. Oké. Okay. Mag ik nu free roamen? Ik heb nu alle races dingen, soorten races dingen, achtige dingen gedaan wat ik moest voor die dingen. En ik hoop dat ik nu free roam kan. Moet ik weer allemaal dingen unlocken. Nieuw display. Oké. Chill. Oh, ik was wel graag crossmotor. Lijkt me echt cool. Oké, ik moet deze auto denk ik kiezen. Oh, ik kan alleen blauw. Wauw, je kan echt niks aanpassen aan deze auto. Ziet er wel cool uit. Ik denk dat ik nu... Oh, zit een motordingen bij. Kom ik aan een motor dan? Misschien komt het door de luxe edition. Ik weet eigenlijk niet wat je krijgt voor de deluxe edition. Volgens mij een motor. Nee, een sportwagen. Oh, ik kan niet weg. Oké, ik heb nu op rondje gedrukt. Oh, ik kan free roamen. Oeh, lekker geluidje. Oké, wacht. Heb ik dan nu die dingen? Ja, ik heb die dingen. Oh, super vet. Oh, dikke motor. Hé, jongens, weet je waarom? Ik heb deze deluxe edition gekocht. Omdat die even duur was. Want de standaard edition was 60 euro. En de luxe ook. Op bol.com dan, hè. Dus, het was een... het komt denk ik omdat die echt gewoon net gekocht is. Want ik heb hem gisteren gekocht en hij is vandaag al binnen. Ja, is wel een lekker geluidje. Wacht, ik ga een salto meedoen. Wacht, ik weet iets. Dus ik op deze berg ga. En dat ik daar salto's af ga doen met mijn motor. Oké. Ik ben erop. Oké. Ik ga even... Oh, wauw. Dit gaat echt heel snel. Oké. Go! Achteruit salto's. Ja. Oh. Ik denk dat het niet kan. Denk ik. Misschien met de crossmotor wel. Want in de beta kon je met de crossmotor dikke salto's maken van dat ding. Van zo'n hoge berg. Echt 10 of zo. Ja, niet van die, maar... Dit ding gaat best snel gewoon voor off-road. Ik denk dat ik zo heel veel naar de snelweg of gewoon naar de stad ga, naar de straten. En dan zie ik jullie zo terug. Tot zo. Oké, jongens, daar ben ik weer. Ik heb zo te zien, dat zien jullie denk ik wel, dat ik een raceauto heb. Deze kreeg ik er ook bij. Ik heb nog de luxe edition, want ik kreeg nog 3 dingen meer. Die werkt... Oh, wat is dit? Wat is dit? Scheur. Bereik. Wat moet ik doen? Oh. Moet wegrijden. En die andere 3 dingen. Die die heb ik ingevoerd, die code. Maar ik denk dat ik dan deze game even opnieuw moet opstarten. Maar ik denk dat het al lang genoeg een video is. En laat even in de reacties achter of ik deze game nog een keer moet uploaden of ik gewoon bijvoorbeeld Fortnite moet uploaden. Let dan maar in de reacties achter of ik deze game nog een keer moet uploaden. En tot volgende week vrijdag en later.